Mensen bij. Goedemorgen iedereen, tof dat je weer kijkt naar de laatste vlog van mijn trip. Vandaag zijn we hier in Liesebeth, zoals je ziet achter mij. We moeten eerst al een heel apart systeem voor ons ticket te scannen. En in plaats van mensen moet je ja, zeg maar, het allemaal zelf doen. Je krijgt een mooi bandje, vind ik wel. Dat is al heel mooi. En ja, dat werd eigenlijk flawless, dus dat is wel een goed systeem dan. De inhang beweegt wel snel om door te gaan, dus dat is goed. Eerste indruk is... ja, tussenin gedeeld, maar ik zal straks wel zeggen hoe dat komt. Namelijk, voordat we onze tickets worden boeken, hadden we heel veel problemen. Eerst Bagi stond er niet bij, bal er is toe. En gisteren op loopings hadden ze aangekomen dat er veel mensen de park niet inkomen. Gelukkig wij wel, dus dat is al een pluspunt. Oh, we zien wel al Valkyria. We kwamen kijken bij Balder, maar ja, het is nog altijd technisch onderhoud. Ik kijk er wel hard naar uit om deze baan niet te kunnen doen. Maar ja, het is niet anders. Hier zien jullie de mooie Norwegian Loop van Hilux. Het enige wat ik wel wat raar vind, voor bij Hilux te komen moet je hier door de atmosfeer. Dus ga niet naar die drop tower, maar ga ook naar Hilux. Hier staat ook wat de geschiedenis van het park op. Oh joh, ze hebben me nog een SLC gehad. Oh my god, oh harme. En aan de andere kant heb je ook al die mooie afbeeldingen van vroeger. Het is geen SLC, het is een inverted boomerang. We staan nu bij Hilux, de entrance time, maar jullie zien het eigenlijk niet goed. Hilux is een mak multi-launch coaster, 250 meter hoog, bevat 7 inversies. Wat dat een van de meeste is dat ik ooit heb gedaan. Alleen Houdux heeft gezien dat ik ook heb gedaan. Deze cube behoort wel bij een van de vaaste die ik ooit heb gezien. Het is like een hele stelling op zich. Hilux is blijkbaar 41 meter hoog, dus sorry voor de fout. De cube vind ik wel echt iets apart hoor. Ik weet niet of ik het mooi of lelijk vind. Het is gewoon apart. Ze hebben op deze soundtrack aangelegd. Het voelt wel al veel sfeervoller. Mooi, geen POV's, maar dan zullen ze enkel off-ride zien. Oh, hier hebben we hem hoor. Mensen weten dat ik ben een beetje rof geweest op Liseberg en zo Discord en al. Maar eigenlijk, ik ga eerlijk zijn, de baan vind ik op zich echt niet zo goed. Het is geen slechte baan, maar ik vond hem redelijk forceless. De airtime is heel weak. Ik had toch wel ejector gewacht op die heels dat je zo echt van de cliff duikt. Ook de inverties waren niet zo snappy en ook ja, niet zo goed. Alleen de laatste hardtime was wel een beetje goed. Ja, sorry, ik ben wel heel koud teleurgesteld. Het was misschien een van mijn hoogste bucketlist coasters in de wereld. De Aerospin, 12:30 en hij draait nog niet. De volgende baan die we gaan doen is wel gelukkig open. Dat is Valkyria, een B&M Dive Coaster, 50 meter. En naar deze kijk ik daar wel heel hard uit. Valkyria wordt de volgende baan die we doen. Blijkbaar moet je hier voor de spullen in een shop steken. Dus de queue van Valkyria is 30 minuten, maar ja, reken er nog maar 20 bij voor hier. Het station ziet er wel heel mooi uit. Zo heel Noors, dat ziet er wel mooi uit. Hier ook precies een soort van draak die moet uitsteken. Van Valkyria, wat kan ik zeggen, alleszins een heel pak beter dan Hilux. Je voelt wel de vest wat dat jammer is. Dit ziet er wel een fantastisch leuke attractie uit hoor. Nu gaan we op Liseberg Banan. Er staat op 30 minuten queue-tijd. De queue ziet er tot nu toe niet zo erg uit. Hier beweegt de queue tot nu toe wel lekker door, dat je naar mijn vingertje staat te wachten. Oftewel moet er daar een mega kettlebell zijn. Ik denk wel spijtig dat ik van Liseberg Banan niet veel off-ride beelden zou kunnen tonen. Want hij is helemaal weggestopt in het bos. Oeh, dat ziet wel ook een heel mooi team. Huisje, vind ik dat. Daar spijt genoeg het houten beest dat gesloten is. Ik denk dat de teaming hier een beetje het team is. Daar is het station. Maar jullie zien hier overal Liseberg C. Ook met die kandelaars, ja, het is wel mooi, vind ik. Ook wat luggage hier, ook wat teaming. Ja, het is echt een soort van station. Het treintje van de Liseberg Banan, ja, dat ziet er wel mooi uit. Maar dit is wel erg. Dit ding is dat ik 42 meter hoog voor de family ride. Dat is echt wel insane. Is
Liseberg Ballen vond ik een verrassend leuke achtbaan. Hij was redelijk smooth, niet zo fors, maar ja, die baan heeft dan niet nodig. Mooie views ook. Echt een topbaantje eigenlijk. Hier ook een Universal Knock-Off Ball. Konijnland, jee, het volgende gebied. Ja, de inhang. Ik denk dat dit Trabalder is en ik hoop het toch, anders ben ik heel verkeerd. Ah ja, het ziet er een leuk baantje uit. Deze queue is tot nu toe wel al de mooiste die ik heb gedaan. Je komt hier zo binnen. Oh ja, er zijn weer wat kettlepen. Het is een serieuze kettlepen dat hier moet wagen. Holy shit. Trabalder was wel een leuke baan, wel een redelijk ruw voor een kiddie, maar ook een heel leuke oprijding. En ja, op zich was daar heel mooie team. Het kiddieland hier is wel heel krap hoor, op elkaar. Ik zie de laatste credit die we hier vandaag kunnen krijgen, stampbanan. Ja, het gemis tot Balder is wel echt rood hoor eigenlijk, als je het bekijkt. Ja, dat ziet hier wel mooi uit, dat kindergedeelte. Een serieuze queue hier voor die kiddie coaster. Ja, ik weet het, het is eigenlijk echt dan twee volwassenen als het op dat hier gaat. Ik probeer niet veel te klagen in mijn vlas, maar ik heb de operation en de dispatch, dus vanaf dat treintje toekomt op de break, wanneer de mensen uitstappen tot vertrekt, 2 minuten 20 op dit baantje. Dat is echt wel verschrikkelijk slecht. Geef me echt de handy aan vibes. Ja, Stambanan was op zich een smooth baantje. We zijn hier nu wel in een nieuw themagebied en dat ziet er wel echt fantastisch mooi uit. Nu moeten we zoeken naar de repeater van het park, nadat die hem geboekt met zo'n soort reservatiesysteem online. We zitten alleszins in de buurt van de repeater, want hier is er een bootje. Holy shit, deze repeater. Ja, ik denk dat we met een soaker zitten hoor, holy shit. Kijk, om 4100, het is nu al wel wat te na. Ik hoop wel dat deze repeater vergoed is, maar je ziet er alleszins overuit heel goed uit. En we zijn hier weg. Oké, het begin hier is wel echt al insane hoor. Kijk hier, al die mist. Oh my god, oh my god. Wow, 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 wow. Oké, maar dat ziet er wel fantastisch team uit hoor. Hier ga ik ook weer wat nat worden. Ja, hup, laat in mijn broek. Daar het volgende stukje, zoals jullie zien. Je zit ook heel mooi weg. Hij werd hier echt zo midden in de natuur, midden in het bos. Dat is wel echt pluspunt. Oh nee, nog een drop. Nog een drop en... Wow. Oké, okay, tot nu toe valt het mee. Ja, ja, allemaal op mij. Allemaal op mij. En... Ja, met mij allemaal op mij. Oké, okay, ik ben wel nat. Maar ta-ta-da-da-ta-da. Hoofdslagbad is hier. Misschien kunnen we nog iemand hier bij steken. Nee, nee, nee! Het spuurt hier gewoon, het spuurt hier gewoon. Ja, wel zeker de beste rap. Oh, weer wat water. Oh nee, dit zit er erg over. Heel nat. Ja, opzij is dit wel echt wel een leuke rap. De rapper Trevor vond ik wel een heel leuk baantje, mooi geteamd. Zit ik echt aan je wedstrijd van park. En ja, wordt er niet te nat op. En voor mij is dat wel goed, want als je zo stoot zit, is dat echt niet leuk. Je kan hier ook kiezen blijkbaar dat je trap moet doen in plaats van de roltrap. Kijk, dat is nog maar een heel klein stukje. En hier zijn we dan, de Aerospin. Ja, de Aerospin was op zich een heel leuke attractie, vond ik. Je kon kiezen of je extreem wou of gewoon observatiepunt. Ja, ik heb het een beetje rustig aangedaan, want ik ben niet zo van trailrides. Nu gaan we op de logfilm hier. Ja, we hebben toch weer de roltrap gekozen, want die 100 trap voel je wel aan je benen hoor. Oh, hier zie je ook Liseberg Banan. Hele originele naam. We zijn hier al op het station. Zoals je ziet, het is een dual station. Ja, dat is een storing. Want kijk naar deze stack, kijk. Kijk, het blijft allemaal gaan. Bootje, bootje, bootje. Ja, de flume ride is kapot. Wel jammer, want ik ben wel altijd een fan van logflumes. Veel succes op je moordwaan. Ah ja, dankjewel. Hopelijk hier op dat moordwaan. No way dat ik hier ooit hop. Ah, dat martelding. What the fuck. Ik heb op mijn tas al wat mooie foto's gemaakt. Bij Valkyria kan je ook echt wel aan de support. Dat is ook wel redelijk dun eigenlijk. Wow. We gaan nu Loki doen. Dat is echt. Even vet uit waar ik naar uitkeek, omdat er een beetje een knetshammer is in Bobbejaanland. Oké, die queue is wel nice met die lichtjes. De attractie is eigenlijk gewoon echt welkom. Ja, we komen juist uit Loki, wel heel apart met labbars. Ja, dit is wel een hele goeie hoor. Ik vind het eigenlijk heel gelijkaardig als sledgehammer in Bobbejaanland. Alleen is sledgehammer nog iets krachtiger. Ja, ik heb juist ook een Valkyrie gedaan, tweede ritje backrow. En ik moet wel zeggen, het is toch wel de beste dagkoersen dat ik gedaan heb. Ja, we zijn nu weer bij de logflume. Hopelijk nu gaat hij wel. Hey, we're on the logflume. We zitten eigenlijk op een flume ride, omdat hij hier noemt. Oké, de views hier zijn wel echt amazing hoor. Kijk gewoon, holy shit, het is prachtig. Maar als dat mag, holy shit, deze logflume maat. Oh my god, de drop, dit is daar heel hoog. Het is heel hoog!
Oh. Oké, wel een goede loop, maar tot nu toe. De tweede. Oh. Wow, dit is heel hoog. Oh, wat een stressen. Oké, Froome right hier. Heel uniek en een heel goede lockfilm. Met een zeker bij mijn top lockfilm. Deze was heel goed. Daar had hij ook de lockfilm die we juist van komen. Ah, nice. Nu gaan we nog een keer op Helix. Hopelijk is hij wel opgewarmd, dus niet meer zo teleurstellend zoals daarnet. Ja, we gaan hem nog een kans geven, zeker. Want blijkbaar vinden er veel naar hem goed. Ik tot nu toe niet, maar ja, we gaan dat zien. We gaan in de atmosfeer, de drop tower van het park. Vroeger was dat een observatietoon. De queue is alleszins weer iets heel raars, zoals jullie zien. Dat is zo'n dikke ding in het midden. Hier zien jullie de toren zelf. Ja, het ziet er wel nice uit. De atmosfeer was een heel goede guide drop. Veel sterker dan ik had verwacht. Het is eigenlijk een hele goede attractie. We gaan nu weer de queue zoeken van Helix voor het tweede ritje. We hebben eerst wel de atmosfeer gedaan. Maar nu gaan we echt op Helix nog een keer. Ik moet wel zeggen, ja, de views die je krijgt zijn wel echt amazing. Dat moet je zien. Ja, het tweede ritje op Helix. Oké, nu met de soundtrack en de wachtrij is het wel veel nicer. Maar deze wachtrij blijf ik toch wel echt vaag vinden hoor. Hier zit er ook zo'n soort van test dat je doet. Er stond op 40 minuten. Maar je is letterlijk welkom. Ik weet wel echt niet of ik dit nu een goede queue vind of niet. Een van de bizarste queues die ik ooit heb gezien. Jullie zien het ook, dit is echt iets apart. Ja, nu de tweede keer was ze wel iets beter dan dat vanmorgen. De inversies waren wat snappier, de airtime was wat sterker. Oké, dat is wel leuk, zo'n beetje teaming bij Konijnenland. Ja, nu gaan we waarschijnlijk op het spookhuis. En daarna moeten we nog een Underland doen. Dus hopelijk worden het alle twee leuke attracties. We zijn eventjes een winkeltje binnenstap. En ja, zijn er allemaal beertjes van de mascotte, dat konijntje. En ook een wortels hebben ze hier. Het playhouse ziet hier wel ongelooflijk mooi uit. Als klein kind zou ik er heel snel op spelen. Nu zou ik een kom nog opzetten, maar ja, met die kinderen is het een beetje raar. Ja, we gaan op de twee... Serie drop torentjes. Dat ziet er ook wel heel leuk uit. Ik vind dat echt leuke attracties, dit. Het is ook gewoon een dubbele, zoals jullie zien. Ja, dat is wel heel nice. Als ik één van de twee moet kiezen, is het wel de rode. Maar deze op zich ook wel leuk. Het is zo'n hijskraan en de vuurtoren. Zo van die kleine droptouwertjes vind ik echt zo nice. Ja, we gaan nu in het spookhuis die daar staat. Die boot hier is ook wel heel mooi, vind ik. Qua gebieden vind ik dit wel echt de beste van het park. Hotel Gasten. Ja, de queue hier is heel donker. Het zit hier zo verstopt en zo achter de hand. Ik zie alleen na het spookhuis, want je mag hem niet filmen. Heel woon voor. Wat een topattractie. Zo mooi dat ben. Echt. Kom hier voor naar Liseberg, niet voor Helix. Dit ding is echt insane. Vergeet echt niet deze hier te doen hoor, hotelgasten. Je hebt hier wel echt heel veel van die kraampjes en zween. Maar in realiteit zit er wel niks in, maar het klinkt wel cool. Ik sta nog een keer in de queue voor Helix. Het enige wat ik denk dat hier heel nice is in en deze queue nog beter zou maken, is als je hier zo'n water doet. En dan is soms zo'n fontein omhoog, dat zou heel mooi zijn. Nu lijkt het wel wat betonachtig en zo heel vaag. Ja, we hebben nog één keer Helix gedaan. Dank voor het van de dag. Hij is toch wel wat beter dan vanochtend. Vanochtend was het echt een slechte coaster. Nu is het wel een goede coaster. Nu is het echt al een goede coaster hoor, Helix. De roltrap is wel broken. We gaan nu ook naar Underlanded. Dat is een dagkaart in het park met konijntjes. Underlanded. De nieuwe dagkaart van het park. Ik ben heel benieuwd. Oh, deze queue is heel mooi. Door het huisje dat je gaat. Oh, oké, dat ziet er wel heel mooi uit. Er zit een speciale lift. Oh, en trail ook. Oh. Nu zien jullie het konijnenhol. Dat ziet er wel ook heel tof uit. Je zat slapen. Oh, en hier zo door IJsland. Oh, dat is mooi. Hier de konijnengrot precies. Deze tunnel. Oh, dat ziet er wel heel leuk uit. Oh, dat is cool. De trek kan ook wat schuin. Dat is echt nice. Konijnen pakken waarschijnlijk ook druzzels zoiets. Oh, het mijnkarretje. Hier een crazy achtbaan layout. Er gaat iets gebeuren. Oh, dat is hier ook wel een hele mooie scène. Zet op de wc. Oh, what the fuck. Hier gaan we de diepte in. Hier is een soort van fabriek precies. Heel mooi ook. En hier is ook wat onderwaterdienst. En hier het avonddiner, lekkere taart. En dit is waarschijnlijk het einde van de dark ride. De dark rides zijn al verrassend mee, man. Ze zijn hier echt verrassend goed allemaal. Ja, de soort van Main Street hier is ook wel ontzettend mooi hoor, in het donker. Kijk naar al die gebouwtjes, naar de belichting, dat is echt mooi. Parken in de nacht zijn echt zo mooi. Ik snap niet waarom dat België dat eigenlijk amper doet. Valkyria is wel heel donker. Want dat drop heeft daar blauwe lichtjes. We hebben juist 3 night rides gehad op Helix.
En wat kan ik zeggen? Een van de slechtste banen in de ochtend is veranderd naar een van de beste in de avond. Deze baan, al wanneer die opgehangen is fucking goed. Het is zeker top 10 materiaal. Je ziet het niet zo goed, maar kijk naar Valkyria. Het is echt mooi. Die nightlights waren echt heel goed. Dit is ook zo mooi verlicht, echt. Ook de laatste keer dat we deze rare lift zien waarschijnlijk. En dit hier is het einde van de vlog. We zijn juist terug uit de dag, Elisabeth. Ik sta van de inhoud. We hebben echt de noten van de dag, ondanks de heel veel problemen dat we op voorhand hadden. Ja, dan wil ik jullie bedanken voor alle vlogs te kijken van deze trip. En dan zie ik jullie bij het volgende. Bij een nieuw petpark, Zandbad of iets anders. Stay upside down.